In deze videodemonstratie demonstreer ik u de Fontanil Pateau XS-serie. Dit zijn kleine Lajol zakmesjes van 9 cm wanneer gesloten en een lemmetlengte van ongeveer 7 cm. Ik heb hier een normaal formaat Lajol mes van Fontanil Pateau naast een mesje uit de XS-serie gelegd, zodat u het formaat kan vergelijken. En u ziet dat de XS-mesjes echt voor de kleine handelingen zijn en om dagelijks bij u te hebben. De mesjes openen heel licht. En dit komt door de manier waarop het mes eenmaal open is vergrendeld. Deze XS-mesjes hebben namelijk een backlock-vergrendeling. En deze vindt u achterop het mes. Dus tijdens gebruik kan het mes niet dichtklappen. Om het mes dicht te krijgen, moet u de backlock indrukken. Daardoor gaat de vlieg, die de veer is, gaat omhoog, waardoor het lemmet loskomt en het mes dicht kan worden geklapt. De mesjes hebben twee verschillende staalafwerkingen, afhankelijk van het materiaal dat u kiest voor het handvat. Er zijn twee afwerkingen, gesatineerd en gepolijst. En meestal is het zo dat deze afwerking is gekozen om het best te passen bij dus het materiaal van het heft. Vaak als het materiaal van het heft licht van kleur is of mat, dan wordt voor gesatineerd gekozen. Het is dus een matte, niet glimmende afwerking van het staal. Bij donkere materialen of glimmende materialen wordt vaak een gepolijst staal gebruikt. En deze glimt dus ook echt.